Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van 4 juni, eerste Pinksterdag. Bewolking lag er vannacht boven Nederland, maar die bewolking die schuift nu geleidelijk aan weg naar het oosten. En er zijn mooie opklaringen in ons land terug te vinden, maar in de loop van de dag ontstaan er wel wat meer wolkenvelden. Ook stapelwolken en mogelijk dat er ook een enkele bui gaat vallen in het oosten van het land. Maar verder is het eigenlijk heel rustig weer. Ja, dat kunnen we ook goed zien op de weerkaart. Er gebeurt niet zoveel, maar er gaan wel dingen veranderen. Er komt namelijk een storing dichterbij. Hier zien we het lage drukgebied vanuit het westen opdoemen. En dat trekt dinsdag langs het land. En dat betekent dat het een onstuimige dag gaat worden. Met vooral aan zee op dinsdag flinke wat wind. Ook in de kustprovincies en het IJsselmeer is het onstuimig. Met soms wel een harde windkracht 7 of zelfs een stormachtige wind, windkracht 8. Dus even opletten op die dinsdag. Ook val er dan diverse buien. Voor het zover is, is het weerbeeld gelukkig nog wel rustig. De Pinksterdagen verlopen vrijwel droog, zowel dus vandaag maar ook morgen. Hoewel er morgen dan weer in het noorden en westen een enkele buik kan gaan vallen. Ik zal u dat zo laten zien. Vanmiddag is er met name in het oosten kans op een enkel buitje uit een grote stapelwolk. Op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. En de temperatuur die loopt op naar zo'n 19 tot 21 graden. De meeste zon die vinden we vanmiddag in het westen van het land. Vanavond en vannacht is het weerbeeld erg rustig. Er zijn wolkenvelden aanwezig, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. En vanavond tijdens ons ondergang ligt de temperatuur zo rond de 16 graden. Morgen begint de dag vrij zonnig, maar in de loop van de dag ontstaan er wel meer wolkenvelden. En vandaag zien we dus juist buien in het oosten. Morgen is dat met name in het westen en noorden van het land. Vooral in de middag kan er dan lokaal een bui vallen. De temperatuur die ligt morgen tussen de 20 en de 22 graden. En er waait een matige wind uit het zuidwesten. Ja, dinsdag en woensdag dat zijn dus twee onstuimige dagen met veel buien. In de nacht van maandag op dinsdag begint het vanuit het westen te regenen. En overdag, dus die diverse buien. Met bovenland vaak een vrij krachtige wind. Dat is windkracht 5. Maar aan de kust en ook op en rond het IJsselmeer waait het soms hard of zelfs stormachtig. Met name in de middag. Ook kunnen er windvlagen voorkomen, tot zo'n 70 of misschien wel 80 kilometer per uur. De temperatuur die doet ook duidelijk een stapje terug, want zowel dinsdag als woensdag wordt het een graad of 17. Op donderdag wordt het dan allemaal weer wat rustiger. De temperatuur gaat omhoog. Het wordt dan zo'n 21 tot 23 graden. Er valt nog een enkele bui. Maar over het algemeen is het weerbeeld weer een stuk beter dan de dinsdag en de woensdag. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.